Goedemorgen. We zijn hier voor Body Control Mobility. Je wordt de kersteditie. We gaan een uurtje mobiliteit doen. En wil je hem opbreken, dan kan dat natuurlijk in 2 dagen een half uur, zoals je gewend bent. Maar je kan ook ervoor kiezen om nou een keer een uur te volgen. Als je een uur volgt, in een uur kunnen we wat meer mobiliteitsoefeningen pakken. Dus dan hebben we de warming-up en de activatieoefeningen. En daarna kan je dus gewoon door naar, naar mobiliteitsoefeningen. We doen er een paar extra die we nog niet gedaan hebben, maar die dus wel ook in de roulatie mee gaan komen. Maar dat is een lichte progressie op sommige oefeningen. Dus we gaan gewoon kijken waar we komen in dit uur. En ik hoop dat jullie het tof vinden. Ik neem hem vooraf op, dus deze keer is hij dus niet live. Zodat je gewoon rustig terug kan kijken op je kerstdagen wanneer jij tijd hebt. Ik vind het tof een uur, want ik kom in een half uur kom ik vaak net iets tijd tekort. Dus dat maakt het wat lastig om bepaalde oefeningen wat te benadrukken. En nou hebben we dus alle tijd voor een uurtje mobiliteit. Nou, laten we beginnen, zou ik zeggen. Ik ga even de warming-up draaien voor jullie. De activatieoefeningen en dan gaan we direct door naar de mobiliteitsoefeningen. Wat je nodig hebt, 1 ding, is een theedoek of handdoek. En die komt zo meteen in 1 mobiliteitsoefening langs. Hij is al geweest in de mobiliteit of in de Body Control Mobility reeks. Dus als je alles gezien hebt tot nu toe, dan ken je hem al. Zo niet, geen probleem. We leggen alles gewoon uit en we gaan gewoon lekker bezig. Nou, we beginnen gewoon weer. De standaard is lekker even springen, even alles uit laten hangen. Gewoon lekker alles laten hangen en bewegen. Gewoon rustig springen. Gaan we 1 been, andere been. Eén been, andere been. Heel mooi. Dan gaan we nou het hoofd doen. En wat ik wil is, we gaan rondjes draaien, maar we draaien 1 rondje heen, 1 rondje terug. Dus ik breng de kin naar de borst en dan ga ik rustig draaien. Yes, andere kant op. Mooi, andere kant op. Je hebt geen haast dit. Maakt me niet uit hoeveel rondjes je draait. We gaan gewoon heen en weer. Dit is gewoon een voorbereiding op je werk. Ze maken even lekker alle gewrichten los. Heel goed. We beginnen met het hoofd. Dan gaan we de schouders doen. En wat ik wil is dat je je armen strekt en gewoon rustig gaat zwaaien. Ik ben niet de hele tijd helemaal in beeld. Ik zal de laptop zo even verplaatsen. Waarschijnlijk krijgen we dan een iets beter beeld. Zo. Dat scheelt weer iets. Gewoon lekker rustig zwaaien. En wat ik wil dat je probeert is je handen, als je ze gaat zwaaien naar je rug, mag je ze zo ver mogelijk op je rug aanraken. Dus zodat goed die schouders naar voren komen. Je hoort mij een beetje slaan, dat mag, dat is geen probleem. Dat is juist wel handig, want dan kom je misschien wat verder. En gewoon rustig zwaaien. Mooi, gaan we omhoog. En dan wil ik dat je probeert je armen gestrekt te houden als je omhoog gaat. Maar ik wil wel dat de zwaai erin blijft. Gaan we om en om. Zo, dan maak de schouders voor het begin even los. Gaan we zo meteen de rest doen. Oké. Ik ga even op de knieën zodat jullie het beter kunnen zien. Jullie mogen gewoon blijven staan. Wat ik wil is de arm gaan we strekken. En ik wil dat je hem helemaal van jezelf wegduwt. Zo ver mogelijk. En wat we gaan doen is we gaan heel langzaam een rondje maken met de arm. Maar ik wil dus dat de hand zo ver mogelijk van je lichaam is. Of van, in de richting is. Waarin hij wijst. Dus ik ga hem helemaal strekken naar beneden. Dan vind ik het essentieel en super belangrijk
dat je die buikspieren aangespannen houdt en de heup iets gekanteld. Dus niet daarin, maar hierin. En daar houd je hem op de plek. Zometeen wordt dat moeilijk bovenin, maar hier wil ik hem houden. Ja, dus zolang dit goed gaat, gaat alles oké. Dus ik ga strekken met de arm en ik duw mijn arm zo ver mogelijk weg. Rustig omhoog. En hou die arm zo ver mogelijk weg. En hier worden de buikspieren belangrijk, dus zet ze goed aan. Goed aanzetten, hou die buikspieren. Ga niet daarin, hou die positie. We gaan omhoog, 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 omhoog. Op een gegeven moment kom je niet meer verder. Het is geen ramp, dan draaien we de duim die kant op. Dus ik zit bovenin en ik draai hem die kant op en dan ga ik verder draaien. Als ik eenmaal hier zit, wil ik de arm ook nog eens achter mij trekken. En duw die hand nog steeds zo ver mogelijk weg. Dus duwen, 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 duwen. Heel mooi, gaan we terug. Goed die arm achter je houden. Draai die hand maar weer omhoog. Dan kunnen we weer rustig omhoog. Duw hem weg. Mooi, andere kant. Dus ik zit hier, ik ga duwen. Dus die hand gaat zo ver mogelijk naar beneden nu. Die positie opzoeken met de buik, dus niet daarin. Hou die positie en ga weg. Rustig omhoog en goed wegduwen die arm. Oké, kom ik naar deze positie, ga ik weer draaien met de duim naar buiten. Die kant langs. Op. En dan breng ik die arm achterlangs. En ik trek hem weer naar achteren en ik duw hem weg. En ik draai, ik draai, ik draai. En we gaan weer terug. Hier. Hand omdraaien. Duw die arm zo ver mogelijk weg. Hou je buikspieren goed aan. En we gaan rustig hierin. Mooi. Heel goed. Mag je van mij naar de squat komen? En ik stel de camera weer een beetje bij, zodat je mijn voeten ook goed kan zien. Oké, gaan we in de squat. En hier gaan we gewoon even een beetje veren. Dat veren dat zorgt een beetje voor dat je het merkt in de enkels. En dat is prima. Dat mag. Kan ook zijn in je heup. Dat is ook helemaal goed. Gewoon licht veren. Gaan we even naar rechterbeen, extra leunen. Hou de hiel op de grond, linkerbeen. En nog een keer het rechterbeen. En het linkerbeen. Heel goed. Pak ik één hand, zet ik op mijn knie en die duw ik weg. Nou mag ik, deze voet mag loskomen. Deze, ja, die, daar wil ik de hiel op de grond houden. Yes, dus ik zit hier, hiel op de grond en ik duw die weg. Je hoeft voor mij niet de arm gestrekt te houden. Als je hem voelt hier in de lies, is het prima. Ja, dus je hoeft niet gestrekt, je mag ook rustig zo duwen, geen probleem. Kijk maar. Als het kan gestrekt, is het mooi. En als je dan ook nog eens wat rechterop komt, zodat je wat meer ruimte pakt, is ook mooi. Moet het voelen in de liesen. Mag in beide liesen, vind ik geen probleem. Heel goed, andere kant. Gaan we duwen. Mooi. Gaan we nou met de knie naar binnen. Dus ik wil dat je hier zit. De knie gaat naar binnen. En we gaan weer terug in de andere. Heb je hier je handen voor nodig? Vind ik geen probleem. Maar ik wil wel dat je gecontroleerd bent met je knie. Dus je zet hem rustig neer. En je brengt hem weer terug. Rustig naar binnen. En weer terug. En probeer maar zo dicht mogelijk naar je andere voet te komen. En terug. Dicht mogelijk naar je andere voet. Terug. Dus die knie die mag echt richting de voet. Hier is de laatste.
blijven we in de squat en dan wil ik dat deze knie gaat wijd. Ja, dus ik zet hem die kant op. En ik wil de... Het is eigenlijk deze positie die je opzoekt. En nou de andere kant. Deze positie. Ja, dus ik duw die knie van mij af. Daarin. Mooi. Rustig aan. Ja, red je dit? Het is voldoende. Je mag eventueel nog iets verder. Dat ziet er zo uit. Maar dan wil ik dat de knie gecontroleerd de vloer raakt. Als dat niet gaat. Ja, dus als je dit krijgt. Dan zit je te ver. Dus dan wil ik dat je het hierbij houdt. Yes. Maar als het wel gaat zonder ploffen. En in alle rust. Dan mag je dit gaan doen. En de truc is om een beetje naar achteren te leunen. Zodat die knie gecontroleerd de vloer raakt. Mooi. Oké. Dan wil ik nu één hand naar de enkel. En dan komen we zo recht op mogelijk. Doen we de elleboog de lucht in. En dan strekken we daar. En draai zo veel mogelijk met je borst richting het plafond. Heel mooi, andere kant. Elleboog eerst. En dan de arm strekken. Borst richting het plafond. Super. Draaien. En strekken. En die, ik hou met mijn andere hand de enkel vast, zodat ik een beetje erin kan trekken. Ja, dus ik wil dat je deze, die ga je gebruiken om de... Je romp wat verder te laten draaien. Dus je gaat daar aan trekken. Terug. En terug. Laatste. Strekken. Trek een beetje in die enkels, zodat je nog wat verder geroteerd komt. En terug. Mooi. Oké, wat ik nou wil is, we blijven in deze positie. Als dit te zwaar wordt, ga je gewoon even staan. Neem je even pauze uit deze positie. En dan kom je weer terug. Ja, ik ben vrij comfortabel hier, omdat ik hier vaak zit. De meeste van mijn leerlingen zijn ook hier heel comfortabel. Maar lukt het niet, dan ga je gewoon even staan tussendoor. Desnoods zet je mij op pauze, hoeft niet eens. Dit is allemaal gewoon een prep voor de heupen. Oké, wat ik nou wil is, de armen ga je strekken. Duimen omhoog, schuin omhoog. En ik ga mijn... armen omhoog doen. Nou wil ik, wat dat als resultaat geeft, is dat mijn rug rechter wordt. En dat is wat ik wil. Ja, dus hier houden we even vast. En kom maar los. En ik wil dus dat die hielen op de grond blijven. Sterker nog, je mag je gewicht iets meer naar achteren gaan verplaatsen als je zo rechtop komt. Yes, gaan we. Armen omhoog. Dit voel je als het goed is in de bovenrug bij de schouders. Dat is precies waar ik het wil. En terug. Mooi. Doe nog één keer. Hop. En terug. Mooi. Dan gaan we naar de handen en de knieën. Wat ik wil is, we gaan de ellebogen draaien. Ik zal even mijn vest uitdoen, dan kan je het beter zien, denk ik. Dus wat de bedoeling hier is. Ik ga mijn ellebogen buigen naar achteren. En dan draai ik ze naar voren en dan strek ik de armen. Ja, dus gewoon rustig aan. Het is gewoon een opwarming voor de schouder en voor de... ellebogen, ook voor de polsen. Mocht ik dit nou heel zeer doen aan de polsen, dan ga je gewoon iets naar achteren leunen. Yes, dus je zet wat meer gewicht naar achter. Dan ga je vanuit hier. Dat is ook geen probleem. Ja, ik leun graag er iets op, zodat ik wat voel aan die polsen. Je mag ze wel voelen, zeg ik altijd, maar het moet niet extreme zeer doen. Maar ik wil de boel wel goed warm hebben. Dan gaan we gewoon draaien.
Yes, andere kant op. Neem je tijd hiervoor, het is geen wedstrijd. Mooi. Blijf op handen en knieën. En we gaan nou het zo hol mogelijk maken en zo bol mogelijk maken. Dus wat ik wil is dat je zo hard mogelijk op gaat duwen. De rug helemaal bol maken. En daarna zo ver mogelijk doorzakken, de rug helemaal hol maken. Ziet er zo uit. Dus ik ga zitten en ik ga helemaal bol duwen, zo ver mogelijk. En dan ga ik rustig zakken. En ik breng die navel zo ver mogelijk naar de grond. Maak ik weer bol. En weer zakken. Weer bol. En zakken. En dan wil ik dat je let op je schouderbladen. Ik wil hier de schouderbladen zo ver mogelijk van elkaar. En hier trek je ze helemaal naar elkaar toe. Dus hier zo bol mogelijk, duw die schouderbladen naast je. En hier zo hol mogelijk, trek ze goed aan elkaar. En bol. Als laatste mag je nog goed op je ademhaling gaan letten. Wat ik wil is, als we naar beneden gaan, adem ik in. En als we omhoog gaan, adem ik uit. Mooi. Zit die oefening er ook weer in? Maak hem iets moeilijker. Nou, let op. Lukt dit helemaal niet, dan blijf je gewoon een voorgaande doen. Maar je mag gaan proberen, is deze beweging maken terwijl we iets ronddraaien. Dus hoe dat eruit ziet is als volgt. Ik zit hier en ik ga ronddraaien. En dit kan heel lastig zijn, dus maak je niet druk. Als het echt niet gaat, dan doe je gewoon de voorgaande beweging. En gaat dit haperend. Vind ik allemaal prima, dat maakt niet uit. Dus goed uitduwen, inzakken. Nog 3 rondjes deze kant op. 1. 2. En 3. Andere kant op. Goed zakken en duwen. Nog 3 rondjes. 1. 2. En 3. Super. Heel mooi. Gaan we op de zij liggen. En deze oefening vind ik belangrijk. Ja, de uitvoering is belangrijk. Wat we willen, is we willen de heup centreren en dat doen we op de volgende manier. Ik lig hier en ik zet mijn elleboog onder mijn schouder. Nou wil ik mijn voeten, mijn billen en mijn schouders op 1 lijn hebben. Dat is vrij belangrijk. Mijn benen mogen 90 graden. Als je dit voor het eerst doet, raad ik aan nog iets smaller. Hoe smaller, hoe makkelijker. En hoe verder weg, hoe moeilijker. En wat nog van belang is de buikspieren. Ja, ik wil dat je de buikspieren goed gaat aanspannen. Wij doen dat door te bracen. Weet je niet wat bracen is? Geen probleem. Probeer, wat wij altijd zeggen, is uitademen zonder uitademen. Of probeer door een rietje uit te ademen. Dus dat kan ook. Dat is tss. En wat er dan gebeurt in je buik, ik wil dat je dat overdrijft. Ja? Dus dat je hier goede spanning krijgt. Doe je dat goed, dan kan je dat terugzien. Ik ben nu ontspannen. Als ik ga bracen. 3, 2, 1. En ontspan. Brace. 3, 2, 1. En ontspan. Brace. 3, 2, 1. En ontspan. Ja? Als je dat goed doet, dan zie je dus, of dan merk je dus ook aan je lichaam dat daar wat gebeurt.
Ik wil dat je tijdens de beweging breest. Als je in deze positie zit, mag je weer ontspannen. We gaan eerst omhoog, 3 keer. Dus brezen. En dan gaan we eerst omhoog. Ik ga nog niet naar voren, dus ik blijf hier exact hetzelfde. Wat er gebeurt met dit been, met het bovenste been, maakt mij niet uit. Ja? Buikspier aan. En omhoog. En zakken. Ik ga nog niet naar voren, jongens. Buikspier aan. Omhoog. En zakken. Mooi. Dan gaan we nu wel de beweging voorwaarts ook inzetten. Maar pas alleen als ik op mijn hoogste punt hier ben. Ga ik helemaal naar voren. Dan wil ik eerst helemaal naar achteren. En dan zakken. En bij het naar achter gaan gaat het vaak mis. Want je gaat niet ver genoeg naar achter. Dus je kan dit eventueel aan de muur doen. Dan krijg je hele duidelijke feedback. Als je geen muur ter beschikking hebt, is geen probleem. Ga je gewoon op deze manier. En ga je, zodra jij teruggaat, wanneer je omhoog zit, ga je die heup zo ver mogelijk naar achter doen voordat je naar beneden gaat. Oké, gaan we. Buikspier aan, omhoog. Helemaal naar voren. Helemaal naar achter. En zakken. Dat is 1. Mooi, nog een keer. Buikspier aan. Op. Helemaal naar voren. Helemaal naar achter. En zakken. 2. Doen de 5. Omhoog. Buikspieren. Yes. Naar achter, naar achter, naar achter, naar achter. Verder, verder, verder. En neer. Nog 2. Helemaal naar voren. Helemaal naar achter. Laatste. Buikspieren aan. Hop. Naar voren. En helemaal naar achter. Hou omhoog. En zakken. Andere kant. Vind je de buikspieren erg moeilijk? Dat kan. Leg gewoon een hand op je buik. Kan je checken of je hem goed aanspant. Hier weer diezelfde positie. Voeten, billen, schouders op één lijn. Eerst 3 keer omhoog. Buikspier aan. Op. En naar beneden. Dat is 1. Op. Hou die heup goed achter. En naar beneden. We gaan nog niet naar voren. Doen we zo. De 3e. Op. En naar beneden. Heel mooi. Gaan we nu naar voren. 5 keer doen we. Buikspier aan. Omhoog. Helemaal naar voren. Helemaal naar achter. En zakken. Dat is 1. 2. Op. Helemaal naar voren. Hou die buikspier aan. Naar achter. En 3. Naar voren, naar voren, naar voren. Naar achter. Zakken. Buikspieren. 4. En terug. En zakken. Laatste. Buikspier aan. Op. Naar voren. Helemaal naar achter, jongens. Breng die heup goed naar achter. En zak. Heel mooi. Gaan we nou liggen. Op de rug. Je mag even ontspannen. Eén been gebogen houden, andere been gestrekt. Wat ik wil is dat je je teen naar je toe haalt. Rustig omhoog. En zakken. En nog een keer rustig omhoog. Zakken. Als je je been omhoog beweegt, wil ik dat je probeert de heup aan de grond te houden. Dat zorgt voor minder ver komen van je been. Maar het gaat mij echt om de mobiliteit hier. En niet dat het dit gebeurt. Ja, dat wil ik niet. Ik wil echt die heup aan de vloer. Mooi. Oké, wat ik nou wil is, we gaan licht schoppen. Ja, dat doen we licht. We hoeven niet het been helemaal weer terug te leggen. Maar dat ziet er zo uit. Hop. En wederom laat die heup liggen op de vloer. Licht schoppen. En als die heup niet blijft liggen, vind ik niet heel erg. Zolang die maar niet expres van de vloer meekomt. En
Nog 4. 3. 2. Yes, laat hem even liggen. Gaan we zo, gaan we rondjes draaien. Even loskomen. Yes. Gaan we, rondjes. Wat ik wil is, we gaan eerst omhoog. Dan draaien we buiten langs, zo groot mogelijk rondje en omhoog. Oké, gaan we op. Buiten langs draaien. En omhoog. Nog een keer. Op. 3. Hier is het belangrijk dat de bil van de voet die op de grond blijft, die wil ik de grond aanraken, dus die mag niet mee. En je ziet mij als het goed is ook trillen, dat is allemaal prima. Probeer dat been goed gestrekt te houden. Dat trillen, dat mag. Mooi, andere kant op. Hou die bil aan de vloer, je mag eventueel de knie mee bewegen. Je kan ook weer je buikspieren proberen iets aan te spannen. En laatste. Keurig. Andere been. Liggen op de vloer. Gaan we been strekken. Tenen naar je toe. Rustig omhoog. En terug. Op. En terug. Omhoog. Terug. En de laatste. En terug. Mooi. Gaan we weer die schoppende beweging maken. Begin rustig. Gaan we. Hop. Hou die heup zoveel mogelijk aan de vloer. Iets meer komen, maar dat gaat meer door de beweging dan door wat anders. Dus je gaat niet expres duwen op de andere voet. Gewoon rustig aan. Mooi, rust. Even pauze. Even dat been een beetje losschudden. En gaan we weer draaien. Gaan omhoog. En naar buiten. Hou die teen zoveel mogelijk naar je toe. Je kan ook de beweging wat meer benadrukken door de hiel helemaal omhoog te duwen hier. En ik wil dat je de andere bil weer op de vloer houdt als je wegdraait. Yes, andere kant op. Let op die bil. Goed, kom maar los. Even zwaaien met die benen. Lekker los. Heel mooi. Gaan we nu hierheen. En wat ik wil is enkels losdraaien. Gewoon rondjes, kleine rondjes. Probeer hem te leiden met de tenen als je dit lastig vindt. Als je gaat de tenen, ga je in cirkels bewegen. Gaan we nu de andere kant op. Yes. Oké, nou een lastige oefening. Je mag op zich je been neerleggen, vind ik geen probleem. Ik hou hem gewoon los. Wat ik wil is, we gaan de tenen spreiden en grijpen. En dat spreiden is over het algemeen heel erg moeilijk. Krijg je ze niet gespreid, vind ik dat geen probleem. Ja? Probeer gewoon te denken, tenen spreiden. Ik krijg bij mijn linkervoet ook niet mijn tenen gespreid. Dat is geen ramp. Maar wat ik dus wel wil, is dat je daar aan blijft denken. Dus hoe dat eruit ziet, is als volgt. Ik spreid de tenen en ik grijp. Dat doen we 10 keer. Rustig aan. Dit is 2. Spreiden. Grijpen. Spreiden. Grijpen. Yes, dit is 5.
spreiden, grijpen, spreid en grijp, komt bij 8 en grijp, 9, grijp en de laatste en grijp. Mooi. Gaan we de andere been, eerst de enkels even draaien, zo groot mogelijk, wijs met je tenen. Dus je draait die tenen en laat je een cirkel draaien. Andere kant op. Hier ook, hè, maak je geen rondjes, maar streepjes, vierkantjes, driehoekjes. Geen probleem, gewoon oefenen. Komt vanzelf. Heel mooi, gaan we grijpen. Spreiden, grijp, spreid de tenen en grijp, spreid, grijp, dit is 6, spreid en grijp, spreid de tenen en grijp. 9 en de laatste, spreid die tenen en grijp. Yes. Oké. Nu we wat los zijn, beginnen we met de rekoefeningen. Oké, ik wil dat je comfortabel bent. We gaan dus rechtop zitten. Wat ik nou wil dat we doen is, we gaan onze benen hier neerzetten. En dan wil ik dat je... De hoek van de knie is 90 graden, dus ik zit hier. Ik wil dat je een beetje rechtop komt. Nou gaan we hier zo wijd mogelijk zitten. En ik wilde dat je de beweging initieert vanuit de benen. Ik kan nog wijden als ik optil en wegzet. Dat wil ik niet. Ja, dus ik wil dat je zelf controle hebt over hoe wijd jij kan zitten. En als dit het is, dan is dit het. Als het dichterbij is, geen probleem, blijf je daar. Gaan we zitten en hier kom ik rechtop. Hou maar even vast. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Oké, een beetje heen en weer bewegen. Yes. Til ik nou 1 been op. En strek ik hem, leg ik hem neer. Andere been, omhoog. Strekken, neerleggen. Dan zit ik in een positie die relatief comfortabel zou moeten zijn. Oké. Ik wil mijn tenen naar mij toe halen en ik ga weer een beetje heen en weer. Ja, gewoon even lekker die heup losmaken. Even heen en weer. En we gaan door naar de pancake. De pancake is een beweging waarbij ik wijd zit en mijn borst op de vloer leg. Nou wil ik dat je hier, als je dit nog nooit eerder hebt gedaan, ga je gewoon rustig aan beginnen. Ik zit op deze manier, handen vooruit. En ik ga een beetje heen en weer, weer een beetje wiegen. Een beetje verder. Mooi. Wat ik nou wil is, we maken de borst groot, we houden de rug dus zo recht mogelijk. We gaan iets vooruit en gaan weer terug. En bij dat teruggaan wil ik dat jij zelf terug beweegt. Ja, niet dat je gaat veren, maar zelf terugtrekken. En gewoon rustig aan, terug. 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 En terug. Wat ik wil dat je gaat leren is als je terugbeweegt, dat je extra hard die knieën de grond induwt, de bovenbenen de grond induwt en de tenen naar je toe haalt als je teruggaat. Ja? Dus ik lig hier, ik ga naar voren en ik ga terug. Weer. Terug. Oké, nog 5. 4. 3. 2, 1 en de laatste. Mooi, zitten we weer rechtop, gaan we heen en weer. Beetje heen en weer.
Wordt deze positie vervelend? Trek dan even in. Ga even in een andere positie, zodat het wat minder vervelend is en minder oncomfortabel. Zoals ik eerder al zei in de squat, ik ben deze posities gewend. Dus ik heb er weinig last van. Maar ben je dit niet gewend, dan kan dit best pittig zijn. Nou gaan we hetzelfde doen, alleen ietsje anders. Wat ik wil is, we gaan rustig naar voren. We houden twee tellen en we gaan in twee tellen weer terug. En die twee tellen terug vind ik belangrijk, ja? Dus ik wil dat je daar controle laat zien als je terugkomt in twee. Heb je nou een heel klein stukje wat je naar voren gaat, kan je ook maar een heel klein stukje terug. Dat is geen ramp. Zorg dan dat je langzaam beweegt. Dus twee tellen. Yes, gaan we. Dus we gaan naar voren. Houden twee seconden vast. 1, 2 en we gaan in. 1, 2. Mooi, nog een keer. Naar voren, 2 seconden vast. 1, 2, 1, 2. En ik wil dat je gaat duwen hier. Ja, knieën naar de vloer duwen als je terug gaat. Gaan we weer. 1, 2, duw op. 1, 2. Mooi, nog een keer. 1. Vasthouden, 1, 2 en duw, 1, 2, naar voren, 1, 2, terug, 1, 2, ietsje verder proberen, kijk maar of dat gaat, 1, 2 en terug, 1, 2, mooi, nog een keer, naar voren, vasthouden, 1, 2 en terugduwen. 1, 2. Mooi. Even pauze. Even heen en weer. Oké. Nou wil ik dat je zo ver mogelijk naar voren gaat en die rug recht houdt. En het laatste stukje, zodra je niet meer verder kan met de rug recht, mag je van mij iets opbollen. Ja, vind ik geen probleem. Dus we gaan zo ver mogelijk naar voren. We spenderen daar 10 seconden en dan gaan we langzaam terug. Yes, als je een korte afstand maar terug kan, dan wil ik 2 seconden. Kan je langer, doe je die iets langer over. Gaan we naar voren. Vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. 10, kracht zetten met de benen en rustig terug. Mooi. Kom je nou echt al heel ver, sowieso met je gezicht naar de vloer, dan mag je je handen opzij naar je voeten brengen. Kijk maar of dat lukt. Ja, gaan we. Nummer 2. Vijf, zes, zeven, acht, 9 en 10. Rustig omhoog. Gaan we laatste. En naar voren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rustig omhoog. Mooi. Oké, kom heel even los uit deze positie. Het kan een beetje oncomfortabel zijn. Maar de volgende oefening die gaat weer in die positie. En waar ik hem erg merk is hier aan de zijkant van de heupen. Je kan hem ook hier erg merken. Dat is allemaal geen probleem. Ik wil niet dat je jezelf blesseert. Dus doe een beetje rustig aan in deze posities. Ik draai even van binnen naar buiten om even die heup een beetje los te krijgen. Mooi, gaan we weer. Dus we trekken in, zo wijd mogelijk. En we strekken een been, en we strekken een been. Zit ik weer in deze positie, gaan we heen en weer. En nu gaan we één kant op leunen. Maar we gaan niet de neus op de knie leggen. Dat is een andere oefening. Wat ik wil is, we gaan leunen, 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 leunen. Kijk hoe ver je kan. En ik wil deze arm, zodra de schouder bij de knie in de buurt komt, deze arm naar voren of zelfs naar mijn andere been brengen. Ik draai hier omhoog en ik laat deze arm hier hangen. En leun erin. Gebruik deze hand om in balans te blijven. Zorg dat hij hier langs gaat. En leun.
En wat ik hier belangrijk vind is dat je die borst zo veel mogelijk opendraait. Kijk naar het plafond, strek je been en hou vast. En 10, mooi. Aan de andere kant. Ik merk hier verschil tussen links en rechts. Het is geen probleem, probeer gewoon die posities op te zoeken. Je schaamde, dus ik ga leunen. Ik leg deze arm wat voorlangs na het andere been. Mijn hand omhoog en ik draai op. Strek je been. En breng die borst naar het plafond. Kijk ook zelf naar het plafond. En 10, mooi. Waar je hem kan voelen is in de hamstrings, is in de lissen. Ik voel hem voornamelijk op de flanken. Daar komt de boel goed los. Dus ik wil nog een keer gaan met de andere kant weer op. Dus ik ga hierheen leunen. Elleboog. Hand eventueel op de schouders. En draai die elleboog omhoog. Andere hand kan voorlangs naar het andere been. En ik draai die borst goed in. En kom maar los. Dan gaan we weer de andere kant op. Leunen. Breng die schouder goed voor de knie. Deze hand mag hier achter. Ik ga de borst naar het plafond wijzen. En ik kijk ook naar het plafond. Hou je been gestrekt. Doe hem nog 2 keer. Adem maar even heen en weer. Gaan we. Leunen. Schouder naar de knie. Dan gaan we opendraaien. Eventueel de hand op de schouderbladen. Borst naar het plafond. Strek je been. Goed leunen. Drie, vier, vijf, kom maar los. Andere kant. Schouder naar de knie. Borst open, hand op, achter op de rug, draai open. Drie, twee, één, en los. Nog 1 keer beide kanten. Wat je enorm kan helpen hier is wat je met de andere hand doet. Dus ik leg 1 hand hier bovenop. Die andere hand stik ik of naar voren of ik breng hem hierin. En ik kan zelfs wat kracht zetten met die hand om mij meer open te draaien. Dat doe ik met de elleboog op het been eventueel. Of ik doe het met de hand hier, zodat ik meer kan duwen erin. Ja, dus echt die rotatie opzoeken. Gaan we laatste keer elke kant. En dan pak ik hier, breng ik de schouder naar de knie, dan leg ik de hand op mijn schouderbladen, draai ik open, hou vast, draai die borst, maak jezelf lang. Vijf, vier, drie, twee, één, en los. Gaan we de andere kant weer. Breng de schouder naar mijn knie. Maak jezelf lang hier. En draai op.
Draai goed in. Let op dat het been gestrekt blijft. Borst goed naar boven. Kijk naar boven. Vijf, vier, drie, twee, één en los. Heel mooi. Dan gaan we nog even die heup losmaken. Dus ik ga hier zitten, pak hem bij de enkels. Dan kan ik met mijn elleboog naar beneden duwen. En ik kom hier ook weer rechtop. Rechtop. En breng die knieën naar de vloer. Gebruik je elleboog goed om te duwen. Breng die knieën naar de vloer. Mooi, kom maar los. Gaan we even vlinderen, zoals we dat noemen. Zitten en die benen gewoon op en neer. Ik wil wel weer dat je rechtop blijft. Vijf, vier, drie, twee, één. En rust. Dan gaan we zo nog een keer doen. Dan pakken we de enkels, duwen we de knieën naar beneden en we blijven rechtop. Kom je niet op de grond, is geen ramp, hè? Sommige mensen starten hier, geen probleem, zolang je maar gaat duwen met die ellebogen. Hou vast, vijf. 4, 3, 2, 1 en we gaan weer rustig vlinderen. Vijf, vier, drie, twee, één. Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden volgens mij. En we zitten al 47 minuten. Dat is toch ongelooflijk. Oké, handdoek, theedoek, tijd. Wat ik doe is, ik pak hem vast. De ene hand gaat hierin. De andere hand gaat onderop. En dan wil ik hem zoveel mogelijk aanhalen. Ja, dus ik trek hem aan. Trek hem aan, verplaats de hand. Maak ze zo dicht mogelijk aan elkaar. Sommige mensen kunnen hun handen aan elkaar hier op de rug. Dat is prima. Als je dat redt, dan daag ik je uit om de polsen of de onderarmen te pakken. Ik kom daarbij lange na niet. Dus ik heb hem hier en ik ga hier wederom rechtop zitten. Dit voel ik heftig in mijn onderste arm. Of in de schouder van de onderste arm. Dus hier hou ik vast. Ja, hou vast. Nog 15 seconden. Tien. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En wissel. Andere hand. Ik pak hem weer vast. En ik haal hem omhoog. Haal hem omhoog die arm. Kijk hoe hoog je komt. Hou die theedoek of handdoek goed vast. Rechtop. Gaan we. Vijftien seconden. Tien. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén en los. Doet dit je heel erg zeer, pak hem dan iets minder ver. Ja, ik wil niet dat je heel erg veel pijn hebt. Dat is helemaal niet nodig om mobieler te worden. Ik heb behoorlijke beperkingen in mijn bovenrug en in mijn schouders. Dat weet ik van mezelf. Gun jezelf wat meer vrijheid daar. Ja? Dus maak het niet te gek. Want als je het te gek maakt, dan kan je jezelf blesseren. En dat wil je niet.
Gaan we. Nu wil ik ook dat je je bovenste arm zoveel mogelijk omhoog brengt. Dus die elleboog gaat zoveel mogelijk omhoog wijzen. Maar allereerst pak ik hem weer zo smal mogelijk. Dus pak hem smal. Maak hem kort, die theedoek. En dan breng ik de elleboog goed omhoog. En hou vast. Rechtop. Vijftien seconden. 10. 5, 4, 3, 2, 1 en rustig los. Andere kant. Dus ik pak hem nou weer eerst zo ver mogelijk omhoog. En dan duw ik die andere elleboog ook de lucht in. Hou vast. Rechtop. 15 seconden. 10. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Nog één keer beide kanten. Trek hem omhoog. Ja, hou hem goed vast en trek die arm omhoog. We zijn er nog niet. Oké, elleboog omhoog, rechtop. 15 seconden. 10. 5. 4. 3. 2, 1, rustig los. Andere kant. Gaan we goed vasthouden. Haal hem omhoog, die arm. Haal hem omhoog. En elleboog de lucht in. Rechtop. 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en los. Super. Even kijken naar de tijd. Die moeten we natuurlijk wel een beetje in de gaten houden. Oké, ik wil nog één oefening en dat is de brug. En de brug is een zwakte van mij, dus ik kan heel goed de eerste progressies uitleggen. En ook heel goed laten zien dat ik nog niet heel ver ben. Dat vind ik altijd wel mooi om te laten zien, want we hebben nu een best wel lange reeks voor de mobiliteitsoefeningen. Vanwege de lockdown, dus we zitten vrij lang dicht. Maar tijdens de lockdown hebben we dus gezegd, we gaan 6 dagen in de week mobiliteit geven aan onze leden. En aan niet-leden, want je kan dit gewoon volgen op YouTube. We zijn live, 6 dagen in de week. Afgezien van kerst, dit is een speciale kersteditie, die duurt een uur. Normaal gesproken zijn de lessen een half uur. Maar wat ik dus mooi vind om te gaan bekijken is of ik in deze mobility reeks zelf ook progressie hou in mijn oefeningen. De voorgaande oefening heb ik ontzettend veel moeite mee, want mijn bovenrug zit heel erg vast. Dus ik wil graag die boel lossen. Nou, daarvoor is die. En de brug is daar ook één voor. De brug is een ontzettend mooie oefening om die bovenrug goed los te krijgen. Ik ben daarin best wel stijf. Dus wat ik hoop te zien gedurende deze mobiliteitsreeks, is dat ik minder stijf word in die bovenrug. En dat kan ik heel duidelijk gaan zien door video's terug te kijken van mezelf. Ja, ik neem deze video's op voor jullie. Als jij dat zelf ook wil, het is absoluut een aanrader om te doen. Om gewoon te zeggen, oké, dit is na 1 week body control mobility. Dit is na week 2. Dit is na week 3. Als jij progressie ziet, dan wordt het allemaal de moeite waard. Ja, dan weet je waarvoor je het doet.
Dus ik raad je aan om te filmen. En vooral eentje, als je ook stijf bent in de bovenrug, dan is eentje die heel mooi te filmen is de brug. En je zult daar ook progressie in zien. Deze kan je ook heel mooi monitoren, maar dan moet je wel iemand hebben die of een foto maakt van je afstand tussen de handen. Of de afstand kan monitoren via video. En verder zijn de oefeningen met betrekking tot de heup natuurlijk precies hetzelfde. Je kan daarin vanzelf mobiliteit gaan zien op het moment als jij dat blijft filmen of blijft fotograferen. Ja, dus maak daar gebruik van, zodat je zelf die terugkoppeling krijgt van hey, het heeft effect. Wanneer heeft het nou het meeste effect? Ik zeg, als jij 4 keer in de week de body control mobility doet, dan zul jij significant progressie moeten halen. Ja, 4 keer in de week. Doe je 3 keer, dan is het wat lastiger. Doe je het alle 6e keren in de week, dan zul je absoluut vooruitgang merken. Ja? Dus ik raad je aan, video jezelf als je een structureel body control mobility doet. Zet jezelf op video in deze bewegingen, want dan ga je terugkijken naar de video's en dan zie je dus dat je progressie hebt. Oké, de brug. We beginnen bij stap 1. Ja, stap 1, ik ga liggen op mijn rug. Ik zet mijn voeten bij mijn billen en dan wil ik zometeen de heup zo hoog mogelijk brengen. Mijn hoofd mag gewoon rustig op de vloer en mijn schouders blijven zelfs op de vloer. Maar ik ga mijn heup nou zo hoog mogelijk duwen en ik zet mijn voeten nog heel iets bij. En ik breng die heup zo hoog mogelijk. Nou, je ziet mij hier al dat ik moeite heb. Dus wat ik mag doen, is ik mag mijn armen onder mijn heup zetten, zodat ik hem nog iets hoger kan duwen. En waar ik op wil letten nu, is ik wil mijn billen zo min mogelijk aanspannen. Dat is iets wat ik heel lastig vind en wat de meeste mensen heel lastig vinden in deze positie. Dus we gaan gewoon denken aan het feit dat ik mijn billen zo min mogelijk moet aanspannen. Lukt dat niet, dan lukt dat niet. Ja? Lukt dat iets minder, nou, dan zijn we er al. Dus gewoon daarop focussen. En als ik in deze positie zit, mag ik nou rustig gaan veren. Dus rustig verder omhoog duwen. Eigenlijk de navel richting mijn gezicht duwen. Dat klinkt heel gek. Maar ik wil dus die kant op duwen. Ja, ga rustig veren. Probeer die billen ontspannen te houden. Nog 5, 3, 2, 1 en kom maar los. Dat is je eerste stap. Ja? De tweede stap is je hoofd op de grond zetten zometeen. Dus wat ik ga doen is, ik ga hetzelfde doen als net. Ik ga eerst liggen op de vloer, zet mijn voeten bij mijn billen en ik plaats mijn handen naast mijn oren. En dus daar ga ik ze plaatsen. Wat ik dan doe, is ik ga wederom mijn heup omhoog doen. En nou wil ik, je kan het niet goed zien denk ik, want mijn hand zit ervoor. Maar wat ik wil is, ik ga mijn hoofd neerzetten. Dus daar neerzetten. En dan blijf ik in deze positie. En wederom heup zo hoog mogelijk, navel naar het plafond. Lukt dit nog niet, is het geen probleem. Ja, dan ga je gewoon terug naar de eerste progressie. Hier blijf ik duwen, heup omhoog, billen ontspannen. En zorg ervoor dat je zoveel mogelijk omhoog duwt. Hou vast. Probeer die billen echt te ontspannen. Dat is heel lastig, maar gewoon blijven proberen. Duw de heup omhoog. Hou vast. Vijf, vier, drie, twee, één. En los. Super. Even loskomen. Heel mooi. De laatste stap die je kan toevoegen hieraan is nou met je handen uit gaan duwen. Met je handen uitduwen heeft alleen zin
als jij ook 30 seconden van de vloer kan blijven met je hoofd. Ja, ik wil die 30 seconden. Dus we blijven om en nabij 30 seconden in de positie staan. Red je dat niet, ga dan gewoon tijdens de set terug naar je hoofd. Niet er helemaal uitkomen, terug naar je hoofd. Red je dat niet, ga terug naar de schouders. Ja? Allemaal geen probleem. Iedereen heeft het zwaar in een andere oefening. Maar zorg ervoor dat jij de beweging toegankelijk houdt. Als je helemaal stuk gaat in de eindprogressie, ga dan een stapje lager. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat je doorademt. Je hoort mij al buiten adem zijn van progressie 2. Ik wil wel blijven doorademen in de positie. Dus zet niet de lucht vast, blijf gewoon doorademen. Oké, gaan we. En als dit heel zwaar is, ja, ga niet tot het uiterste. Kom erachter dat dat 20 seconden is en kom er dan uit. Ik wil echt dat je die progressie terugschaalt. Dus red je het niet, je zult mij waarschijnlijk zien. Ik ga eerst uitduwen. Red ik geen 30 seconden, zet ik mijn hoofd neer. Ja? Oké, gaan we. Liggen. Handen naast je oren. En ik zet mijn hoofd neer. En ik zet mijn handen nog een keer iets bij. En ik ga proberen uit te duwen. Hou vast. Tien. Nog 10 seconden. Blijf doorademen. Drie, twee, één en los. Dat was flink. Volgens mij zijn we. Ja, we zijn er. Dit is een uur, ja. Wat meer activatieoefeningen gehad. Wat meer voorbereiding. En volgens mij één extra oefening. Één extra specifiek gerichte repoefening. Als jullie deze gaan opdelen, zorg wel even dat je van tevoren een beetje warm wordt als je weer van pauze haalt. En voor de rest, heel veel plezier. Hele goede kerstdagen. En ik spreek jullie naar de kerst. De eerstvolgende naar de kerst is de maandag. Maandag zijn wij er om 9:30 's ochtends live. Heb je vragen? Appen. In de comments stellen. Vind je dit nou tof? Laat het ons weten door de video te liken. En het kanaal te, op het kanaal te subscriben. Dan zien wij dus wat we voor bereik hebben. Dat vinden we erg prettig. Goeie feestdagen en tot maandag.